Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering gaat voor breed gedragen financial inclusion. Stichting RUMAS ontvangt noodhulppakketten. Directeur communicatiedienst volledig gevaccineerd. Suriname bereidt zich voor op toetreding tot United Nations Convention Against Corruption. En twijfels om te vaccineren? Laat u zich informeren. De regering zet zich samen met de bankiersvereniging en BNets in om meer Surinamers toegang te geven tot het bankaire systeem. Het gaat er concreet om dat onder andere de personen die in het bestand van sociale zaken voorkomen, kleine ondernemers en marktventers ook bankzaken moeten kunnen doen. Dit houdt in dat zij met een bankrekening ook moeten kunnen profiteren van diensten die banken bieden. Hiertoe is er op woensdag 28 juli 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de bankiersvereniging en de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken. De bedoeling vandaag is dat Sociale Zaken en Volkshuisvesting gezamenlijk met de Vereniging van Bankiers, gezamenlijk met BNets. Bij deze hebben we vandaag hier op locatie directeur Henderson vanuit BNets, de directeur van Hakari Bank, van de Hakari Bank als vertegenwoordiger, als lid van de Vereniging van Bankiers ook aanwezig. Directeur Sintilia Melitia vanuit het directoraat Sociale Zaken op locatie om jullie te woord te staan. De bedoeling is dat wij natuurlijk dat gedeelte van financial inclusion beter belichten. Dat wij zoveel als mogelijk informatie willen delen ten aanzien van financial inclusion. Want aan het eind, als we kijken naar de doelen die gesteld worden van dit project, als het succesvol natuurlijk met alle zegen van de heren daarboven, dat het volk bij deze niet alleen het bestand van sociale zaken en volkshuisvesting, zoals de sociaal zwakkere huishoudens en zwakke huishoudens, de mensen met een beperking, de AOV'ers en zo ook de kinderen die AKB ontvangen, maar dat we ook kijken naar het bestand van ROS, naar de mensen daar onder het markt, de broeders en zusters, de marktventers, de kleine ondernemers die allemaal misschien ooit hebben meegemaakt dat ze niet in aanmerking konden komen voor een bankrekening, dat wij in de toekomst dan de mogelijkheid kunnen bieden. De bedoeling is dat wij zo goed als mogelijk het project willen uitzetten, dat niet alleen kustvlakte, de mensen van de kustvlakte daar gebruik zullen maken, maar ook de mensen in het binnenland. Want ik heb het een keer al gezegd en ik zeg het weer, dat wij niet kijken of wij die onderscheid niet willen maken tussen kustvlakte en binnenland, maar dat wij willen zeggen één geheel Suriname. Vandaar dat wij als launchlocatie hebben aangegeven Guyaba. Guyaba is veel verder dan onze Afubaka Stuwmeer. We hebben ervoor gezorgd gezamenlijk met BNets, gezamenlijk met de Vereniging van Bankiers. We mogen ook dankzeggen aan collega NH, collega ROS, en natuurlijk ook het traditioneel gezag in de DC, dat zij zo ver hebben gebracht dat wij binnenkort aanstaande zaterdag een launch mogen doen. Het is natuurlijk een mijlpaal als Sociale Zaken en Volkshuisvesting gezamenlijk met het team die hier zit ervoor kan zorgen dat zowel binnenland als kustvlakte hun betalingen, hun uitkeringen en in de toekomst een optopping, in de toekomst dat als er acute noodhulp geboden moet worden, dat het niet meer in voedselpakketten gebeurt, maar dan door middel van optoppingen, dat deze ontvangers het maandelijks kunnen ontvangen. Waar we naartoe willen gaan is een duurzame oplossing, dat de verschillende ontvangers van zowel subsidie, van zowel uitkeringen, dat zij maandelijks dat kunnen krijgen op een heel veilig manier, maar natuurlijk ook niet dat het op een digitaal manier wordt gedaan, maar zo ook dat ze het kunnen uitcashen. En dat is dan door middel van die cashpoints. Dus waar we naartoe willen gaan, is een digitale optie.
maar zo ook een cash optie, dat aan de hand van deze twee opties er nog meer, een heel andere wereld van financial inclusion open zal gaan. Dat door middel van een bankrekening u in de toekomst als kleine ondernemer ook een kleine lening zou kunnen nemen, ook zou kunnen sparen, dat wij dat gedeelte kunnen wegvegen, dat u zelf eigenlijk zelfredzaam, zelfstandig wordt, dat u kunt sparen en ervoor kan zorgen dat u de toekomst kunt opbouwen. Stichting RUMAS heeft op woensdag 28 juli 20 noodhulppakketten ontvangen van Bureau Eenheid. De stichting houdt zich voornamelijk bezig met de begeleiding van jongens tussen 16 en 25 jaar oud. Directeur Emmy Hart toonde zich zeer ingenomen met de steun van Bureau Eenheid. De noodhulppakketten werden overhandigd door districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost en Shaquille van Tro, coördinator van Bureau Eenheid. Zij zijn onder de indruk van het werk van de stichting. Namaste. Ja, dat is de universele groet van de almachtige schepper van hemel en aarde. Halleluja, prijzen de Heer. Amen. Amen. Mevrouw Emmy had natuurlijk niet vergeten, mevrouw Emmy. Soms denk je dat. Wellicht kan het gevoel zo zijn overgekomen. Ja. Maar niets is minder waard, laat ik u zeggen. Ja, ja. Wij volgen u al jaren en ik zeer zeker, dat weet u van dichtbij ook. En we weten dat mevrouw Emmy en met haar team hier, RUMAS, heel goed sociaal-maatschappelijk werk doet. Sociaal-maatschappelijk werk is vaak ondankbaar werk. Hè? Waarom zeg ik dat? Men zal je nooit goed begrijpen. Soms denkt men, ach mevrouw Emmy, I make money. Of wat dan ook, of ze wil geweldig spelen. Ik kan u eerlijk zeggen, deze mevrouw heeft niks nodig. Amen. Ze heeft niks nodig, geen geweldig. Ze doet alles in de naam van de Heere Jezus, God Almachtige, Amen. Schepper van hemel en aarde. En dat doet ze met een volle overtuiging en volle liefde naar de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Amen. Zoals de president ook zegt. En de president heeft ook oor en oog voor de minst bedeelden in onze samenleving. Vandaar dat de president van de Republiek Suriname heeft gemeend, samen met de First Lady, om dit pakkettenproject op te starten. Een pakkettenproject dat gedelegeerd is naar een van zijn werkarmen. Dat is de heer Dijksteel. En meneer Stanley Dijksteel, die heeft dat dan weer georganiseerd samen met de heer Van Tro, districtsraadslid, de heer Van Tro. En heeft de verantwoordelijkheid gehad om in 12 soorten dit project te moeten organiseren, pakketten te moeten samenstellen, maar ook te distribueren. En dat is vaak niet zo makkelijk. Distribueren is niet zo makkelijk. U heeft vanuit de verschillende media's ook vernomen. Vaak is het ook fake news hoor. Maar waar het om gaat, het pakkettenproject is een project waarbij we in principe de mensen een pakket geven die het dringend, maar dan ook dringend nodig hebben. De mannen, letterlijk de mannen, een wankoprocentie moro in de zakken. Nou, we hebben al een bestand van mensen die, aan wie we pakketten geven. Omdat er iemand ons ook pakketten geeft. Maar door die hele situatie is die lijst zo groot geworden dat we nu erg blij zijn dat de DC nog met 20 pakketten is gekomen. Zodat iedereen die vraagt, we hebben mensen op een lijst, die kunnen we dan vrijmoedig die pakketten geven. Natuurlijk doet RUMAS eerst een onderzoek om te kijken als je werkelijk een pakket nodig hebt. En hoe is het contact, hoe is de samenwerking gestart met de Bureau Eenheid? Nou, om eerlijk te zijn, het is gestart met de Ghetto Boys.
We hebben hier 6, 12 weken lang de Ghetto Boys getraind. We hebben ook een centrum aan de overkant. En 12 zondagen hebben we de Ghetto Boys getraind. Nu weten we, het is een beetje eerst aan gaan stilzitten. Maar daar is eigenlijk de start geweest. We hebben belangeloos elke zondagmiddag de heren getraind op communicatie, op ondernemerschap, op basic life skills. En we zijn nog wachten om te kijken wat er van deze heren geworden is. Dus daar is het begonnen met de heren van Ghetto Boys. Verder ken ik de DC, zoals hij zegt. Hij heeft communicatie bij ons gedaan. En ik weet wel dat hij een heel mooi gedicht heeft geschreven. Een gedicht waar je dus niet let op Hindustan, Javaan, Kriool. Het is een gedicht dat gaat over eenheid. En het was, ik heb die dag bewondering voor hem gehad. Omdat hij niet eens wist dat hij in de regering zou komen. Maar hij proclameerde al dat er eenheid moet zijn onder de verschillende bevolkingsgroepen. En die verstandhouding met de DC is gebleven. Hij was ook mijn therapeut. Ja, en u heeft een beroep op ze gedaan en vandaag zijn de pakketten geleverd. Ja, we hebben een beroep op ze gedaan, omdat het zo, het was nijpend. Het is nog nijpend, maar het was toen het regende, was het verschrikkelijk. Mensen belden, mevrouw Haart, kan je helpen? Ik zeg, boy, pim of finny. We hebben bij Ruma zelf een noodfonds opgericht. Ik heb mijn mensen verplicht, we zitten met een aantal van 30 mensen. Ik heb ze gezegd, iedereen moet iets in een doosje zetten, al is het een 10 SRD. Maar als mensen hier komen, heb ik alleen hoofdpijn. Ik zeg, laten we een noodfonds oprichten en niet wachten op derden. Laten wij zelf iets doen. Dus we hebben die noodfonds opgericht. We hebben toen geschreven naar bureau eenheid. Mogen we een paar pakketten hebben? En het duurde een beetje lang voor mij, want ik ben is dingen moeten snel gebeuren. En ik had bijna een hoop verloren van wanneer komen die pakketten? En die mensen bleven maar roepen. Maar omdat die mensen bleven roepen, is het noodfonds opgericht. Dus toen hier heb ik ze een beetje zo. Rumas heeft geen geld, want wij zoeken naar geld. Maar van het klein beetje dat we hebben, hebben we geleerd om ook te delen met elkaar. Dus we zijn blij dat vandaag de dag dat we dat bureau eenheid hier binnen is gestapt. En dat we 20 mensen blij kunnen maken. Nadat hij op 19 mei 2021 zijn eerste prikje had ontvangen, is directeur Alvin Roosveld van de Communicatiedienst Suriname op woensdag 28 juli voor de tweede keer ingespoten met het COVID-19-vaccin. Hiermee behoort directeur Roosveld tot de groep personen die na 2 prikjes volledig zijn gevaccineerd tegen het virus. Hij doet nogmaals een beroep op de samenleving zich te laten inenten tegen COVID-19. Op dit moment volledig gevaccineerd. Waarom heeft u ervoor gekozen om zich te laten vaccineren? Nou, vanuit mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik heb een paar rollen. En in al mijn rollen denk ik dat het goed is om het voorbeeld te geven. En daar leidend in te zijn to practice what you preach. Als deze regering als oplossing heeft vaccinatie. En je realiseert je als mens na gedegen research ook dat eigenlijk vaccinatie de weg is om ons te beschermen, dan kan je niets anders dan jezelf ook te laten vaccineren. En u geeft aan dat het noodzakelijk is om zich te laten vaccineren. Wat is uw ervaring na de eerste prik te hebben gehad?
Ik ben een bezige bij. Dus de eerste dag had ik niets, maar de tweede dag voelde ik me een beetje lommerig. Dus toen werd me ook geadviseerd om gewoon te rusten. Ik heb de tweede dag gerust en daarna was het oké. Dus ik verwacht dat het proces hetzelfde zal zijn dit keer. Alhoewel ik wel heb begrepen dat je bij je tweede prik praktisch geen verschijnselen overhoudt. Voor de samenleving die op dit moment nog, of voor de mensen die nog niet hebben gekozen, ervoor hebben gekozen om zich te laten vaccineren, heeft u dan ook vanuit de regering een boodschap voor aan deze mensen? Een tweeledige boodschap. Een boodschap voor de mensen die de eerste prik al hebben genomen, maar je vroeg naar een boodschap voor de mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren. Die groep zou ik vragen om research te doen. Ik twijfelde ook. Ik vond het niet prettig, omdat ik van nature ook niet iemand ben die medicamenten gebruikt. Ik word gelukkigerwijs ook niet vaak ziek. Maar ook wanneer er iets met me is, wil ik zoveel als mogelijk op het traditionele pad blijven en wegblijven van andere middelen. Echter, wanneer je research gaat doen en je gaat kijken naar wat er om je heen gebeurt op de wereld, en je gaat informatie verzamelen over de verschillende vaccins, je kijkt naar wat er in verschillende landen gebeurt, dan denk ik dat het alleen maar verstandig is om uiteindelijk toch wel je te laten vaccineren. Voor de mensen die het anders willen proberen en zeggen dat ze hun lichaam willen versterken, ook dat kan en dat zou moeten. Echter merk je in de praktijk, ook in Suriname, het is spijtig om te zien dat sommige mensen natuurdrankjes alleen hebben gebruikt en dat die mensen niet meer in ons midden zijn. Toch? We hoeven geen namen te noemen, we weten van een vooraanstaande persoon uit de inheemse gemeenschap. Dus ik zou zeggen, breng die twee bij elkaar. Versterk je lichaam. En terwijl je je lichaam aan het versterken bent, versterk het ook op de manier die door de medici is aangegeven, die bewezen is mensen te beschermen. En dat is door je te laten vaccineren. Het tweede dat ik zou willen zeggen aan mensen die de eerste prik al hebben gehad, nog verslap. We merken dat we de 200.000 al zijn gepasseerd, aardig zijn gepasseerd. Maar het aantal mensen die hun eerste prik hebben gehaald, moet een beetje naar vanaf gaan groeien, een beetje naar het aantal mensen die die tweede prik hebben. Dus ik roep iedereen op die eerste prik al hebben gehad. Nog verslap, nog denk dat ik boengba, nog denk dat ik dikba. Wanneer je datum nadert om je tweede prik te halen, kom je tweede prik halen, zodat je volledig gevaccineerd bent. Suriname heeft nog geen regels die mensen verplichten om zich te vaccineren. Ik zeg nog niet, omdat als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, dan denk ik dat het een kwestie is van tijd. Het kan maanden, kan jaren duren, maar ik denk dat we naar daar gaan. In stede van je te laten beperken, zou ik zeggen, maak gebruik van de vrijheden die erbij komen als je je volledig laat vaccineren, zodat je een gerust gevoel hebt. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar het is mijn keus, maar jouw keus heeft geen invloed op jou alleen. Je niet laten vaccineren betekent ook iets voor de mensen waarmee je in aanraking gaat komen. Betekent ook iets voor je wanneer je ergens op een plek bent waarbij je een verhoogde kans hebt dat je ziek wordt of dat je besmet raakt. En dat je misschien geen verschijnselen hebt en dat je dan naar huis moet gaan en dat je daar je mensen thuis ziek maakt. Ik ken een verhaal van een jongeman die zijn hele familie is kwijtgeraakt. Hij was niet gevaccineerd. Zijn moeder, zijn vader, zijn zus zijn nu overleden omdat die ook niet gevaccineerd waren. Dus als je van die verhalen hoort, dan denk je, hey, het stopt niet bij jou. Het stopt absoluut niet bij jou. En als je wil dat het bij jou stopt, vaccineer je. Dan ben je een deel van de oplossing. Suriname treft voorbereidingen voor toetreding tot de United Nations Convention Against Corruption. President Chandrika Persad Santokhi heeft recentelijk zijn werkarmen geïnstrueerd om de bekrachtiging van de wethoudende goedkeuring voor de toetreding te formaliseren. Bij het besluit van het staatshoofd is meegenomen een schrijven van de Nationale Assemblée, gedateerd 23 juli 2021. Daarin laat het parlement weten dat de goedkeuring tijdens het instituut stilzwijgend is verleend. Het staatshoofd heeft op basis hiervan besloten over te gaan tot de bekrachtiging van dit wetsproduct. In het verlengde daarvan zal een afschrift van het desbetreffende presidentieel besluit dat handelt over deze wet geplaatst worden in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Verder is besloten dat de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking belast is met de uitvoering van dit presidentieel besluit. Ook zal een afschrift verzonden worden naar DNA en overheidsfunctionarissen.
Bij delen van de samenleving bestaat nog altijd het complotdenken dat COVID-19 niet bestaat. Indien het er wel zou zijn, dan zou het de bedoeling zijn de mensheid uit te roeien of mensen van uiterlijk te doen veranderen. U zal zelf wel eens een of ander verhaal gehoord hebben dat niet op waarheid berust. De waarheid is dat COVID-19 ook een virus is zoals de wereld die eerder heeft gekend. Echter, dit virus is zeer besmettelijk en dodelijk. Reden waarom er wereldwijd snel gehandeld is om te komen tot een vaccin dat bescherming kan bieden. Als mens zijn wij na geboorte ook ingespoten met vaccins die moeten beschermen tegen ziekten of aandoeningen. Dat is ook het doel van het COVID-19 vaccin, bescherming dus. Het is normaal dat u twijfels heeft en zich niet wil laten inenten. Laat u zich daarom informeren. Door te vaccineren helpt u besmetting tegen te gaan. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.